Hun namen zijn Tom en Hans. Hun doel? Avontuur in Europa. Nieuwe dag in Budapest. Zeker. Net de metrokaartjes gehaald. Nu even iets te eten en dan de stad ontdekken. Let's go. Let's go. We hoorden van iedereen dat Budapest een prachtige stad was, maar we wisten niet echt waar we moesten beginnen. Daarom besloten we zomaar een metro te pakken en op een willekeurig station uit te stappen. Ik had zomaar even een willekeurig metrostation gekozen, weet je wel. Andere kant van de Donau zal wel mooi zijn. Maar kijk nu eens daar. Het parlementsgebouw. En het... We besloten een tram te pakken naar het Margaret-eiland. Het Margaret-eiland is een groot park midden in de Donau. Misschien niet de mooiste halte, maar ik beloof jullie, het wordt mooier. Ik vind het goed als we er eentje wachten. Dit is dus metrolijn 1 van Budapest. Wat er bijzonder aan is, nou allereerst de treintjes zijn klein. Kijk, dit is echt een piepkleine ruimte tussen plafond en spoor. Verder de haltes zijn heel erg oud en dat komt omdat dit de oudste metrolijn van Hongarije is. En ook de oudste metrolijn van Europa. Van het ene mooie parkje in het andere mooie parkje. Echt, je hebt Budapest nog niet gedaan totdat je metrolijn 1 hebt gedaan.
We lopen nog heel veel door de stad en soms pakken we de metro. We kijken kort even op station Budapest-Keleti. De treinen die we daar zagen komen in het volgende filmpje voorbij. 'S Avonds eten we heerlijke goulash en lopen nog lekker langs de oever van de Donau. Morgen weer een nieuwe dag in het prachtige Budapest.